Ja, heb je hem gezien? Ja, ja, ja. Geert, ja, Wilders, ja, die werd ja, geïrriteerd. Ja, hij kwam net bij de plasterk vandaan. Ik kreeg allemaal vragen. En nou, daar had Geert even geen trek in. Want hij kreeg ook een vraag van die Floor Bremer. Ja. En, maar ja, die Floor Bremer, ja, die doet niks anders dan die zit in die talkshowtjes bij Bo en bij Renze en weet ik veel wat allemaal meer. En die zit daar allemaal te deugneuzen en politiek correct te zijn. En laat ook blijken haar voorkeur voor D66. En eigenlijk ook een beetje zo van, nou, die Wilders, dat moeten we eigenlijk helemaal niet. Ja. Ha, lekker handig als je in de politiek werkt om niet een beetje neutraal te blijven. Ja, en die gaat daar dus dan bij die Wilders en die begint over het tweeten van Wilders. Dat is helemaal niet meer aan de orde op dit moment. Dat was aan de orde, is op dit moment niet meer aan de orde. En dan begint die Floor dan over te zagen. Ja, tegen de Geert. Maar ja, die Geert, die heeft helemaal geen trek natuurlijk in die Floor. Want die heeft dat allemaal al gezien op tv. En die denkt, ja, die kan eigenlijk de pestpokken krijgen. Dat denkt Geert gewoon. Ja, dus, en, ja, die gingen gelijk vandoor. Woep, ja, en weg. Gewoon, ja, ja, ja. En toen zei hij nog iets van een zuur wijf in de draaideur. Ja, ja, niet handig als je premier wil worden. Maar goed, hij deed het wel. En ja, en nou zijn er mensen die zeggen, ja, Geert kan dat niet maken. Nou, Geert kan dat zeker maken. Want Geert, die heeft gewoon geen zin in Floor. En Floor, die moet gewoon neutraal blijven. En dat is ze niet. Dus dit is, ja, dikke bult, eigen schuld. Dikke, eigen schuld, dikke bult. The.